U dacht, ik heb nog een mooie kerstboom in de tuin staan en daar kan ik wel iets mee. En toen kwam CAA op uw pad. CAA, ja, dat was een oproep in de krant ooit, 2 jaar geleden al. En deze boom, zoals u ziet, is best een joekel aan het worden. Ik denk, die wordt me veel te groot. En we gaan eens kijken of Almelo hem kan gebruiken. En zo, de rest is geschiedenis. Ze zijn weer eens kijken. Vonden het een hele mooie boom, konden hem vorig jaar nog niet gebruiken. Maar dit jaar wel. Dus. Operatie Kerstboom in de Almelo is begonnen. Wat houdt dat precies in? Meestal een jaar of voor de voren. Dan gaan we een advertentie plaatsen in de weekbladen. En dan zoeken we de mooiste uit. En we zijn er meestal 4. Dus we hebben altijd voor 2 jaar dan kerstbomen. En mijn bemoeien is eigenlijk het uitzoeken van de boom, het regelen van de boom. En een beetje faciliteren rondom het plaatsen van de kerstboom. De mensen die de boom afstaan en die hem eventueel kwijt willen, die zijn er toch ook wel een beetje trots op dat ze de boom afstaan. Die zijn er echt trots op, want je ziet de eigenaren van deze boom, die zijn nu al aan het kijken dat die geplaatst wordt. Dus ze zijn echt wel een beetje trots op dat hun boom in het centrum van Almelo komt. Tot hoe lang blijft de kerstboom staan? Hij blijft staan tot de eerste week in januari. Dus de eerste zaterdag in januari, volgende week blijft hij staan. Volgend jaar weer. Of niet? Oh, ja, gewoon weer. Oké, weer beter. Ja. Ik ben nog niet weer aan de beurt. Nee, het is het rondje. Goedemorgen. Het is het rondje. Is goed joh. De rij staat hier. Nee, daar. Rij staat hier. Rij staat hier.
Loes Rissen, we zitten te kijken naar de finale van het Nederlands kampioenschap onder 18 jaar voor clubteams. Vandaag georganiseerd. Wat heeft de judovereniging Almelo hiervoor aandeel aan? Ja, de judo Almelo die zorgt ervoor dat het op de kalender blijft. We organiseren het nu al 10 jaar. En het zal eerst van de agenda verdwijnen en door mannenmacht en sinds 4 jaar ook door het sportbedrijf zorgen wij dat dit unieke... Het is spannend. JBN, de Judobond Nederland, heeft weer een 3-jarig contract afgesloten. Dus na dit jaar komt het weer 3 jaar in Almelo. En dat is gewoon goed voor de judo in Almelo. En we gaan er ook een heel spektakel van maken. Niet alleen vandaag het NK, maar ook zorgen dat de hele regio en vooral de plaats Almelo ervan mee gaat genieten. Zo hebben we gisteren aan 500 leerlingen hebben we les gegeven, judoles, in samenwerking met de buurt sportcoaches. En dat gebeurde onder leiding van onze hoofdtrainer Joep Ritsen. Met medewerking van Lars en IJssen en Gerard Kroeze. En dat kan alleen maar omdat het sportbedrijf hier aan meewerkt. Sportbedrijf Almelo. En zo gaan we het volgend jaar echt uitbreiden. JBN heeft dat ook toegezegd dat er dan vrijdagavond een topper komt. En die komt een judoclinic geven aan de judoka's in de regio. We willen zelf kijken of er nog lessen kunnen worden gegeven aan het voortgezet onderwijs. En zo echt bedrijven die kunnen meegenieten. We hebben de brandweer een judoclinic gegeven. Onder leiding van Henk Gerritsen en Lars IJssen. En het is gisteren echt een feestje geweest. En vandaag, met hulp van alle teams, is het feestje voortgezet. En jullie zien zelf de finale. Nou, die draait als een tierenlier. Dus het is gewoon super. Ja. Marjelle Hondenbrink, ook van de judovereniging Almelo. Wat hebben jullie te maken met dit kampioenschap onder 18 jaar? Wij leveren hier voor alle vrijwilligers aan. De judobond zelf levert het materiaal aan en wij zorgen dat de matten liggen, de boarding staat, dat de zaal gewoon helemaal klaar is. Met alle hulp voor alle ouders die dus als vrijwilliger meehelpen dit weekend. Hoe groot is die judovereniging in Almelo? Wij hebben 9 locaties met in totaal 350 leden. Dus er zijn locaties in Almelo, dan Geesteren, Tebergen. En ja, divers is zo, dat we in totaal zitten op 350 leden. Maar ja, veel aanstormend talent. Hele leuke teams. Onderling hebben we de teams, als we judoka's, het ook echt heel erg leuk. Heel sociaal zijn ze met elkaar, dus ja. Wat jullie ook willen, is je richten op een wat oudere groep. Want ik heb gezien dat er voor volgend jaar op het programma staat een onderdeel valbreken voor ouderen. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat is... Dat is voor ouderen dat je bijvoorbeeld van je fiets valt of jij struikelt en je valt, dat je dan niet meteen geblesseerd bent. Dus dan leer je ook gewoon je beter met je lichaam en je motoriek omgaan. Is sowieso een hele leuke bezigheid. En dat zou inderdaad ook gistermiddag door zijn gegaan, alleen er was niet voldoende animo voor dit jaar. Dus wij hopen echt dat er volgend jaar meer animo voor is. Dat is wel een hele goede bijdrage voor de ouders. Zowel je bent en in beweging en tegelijkertijd leer jij dat als je valt, dat jij niet geblesseerd raakt. Ja, er staat hier de top van Nederland staat. Zowel bij de dames staan de 2 die op de ranglijst staan, min 18. De ene staat volgens mij 2e en er staat eentje staat 5e. En bij de heren idem dito. Er staan wel echt een aantal topjudoka's die we, ik denk, ook de komende jaren wel terug zullen zien op televisie. Dat ze doorstromen naar de senioren toe. Het huis van Cartoonen Nu is ontstaan uit de gelijknamige stadsmusical uit 2014.
Het is een verbindingsplek met alles wat gewone Almeloers zo mooi vinden.